In het kader van het International Documentary Film Festival kregen vorig jaar 5 jonge cineasten van begeleider Hans Keller de opdracht elk 1 aspect in beeld te brengen van de Haarlemse Tuinwijk, een van de mooiste zogenaamde tuinsteden uit de jaren 20. Kijkt u naar het resultaat van deze workshop Om de bocht van het Spaarne. Tuinwijk Zuid. Ja. Bijna. Ja. Dat moet het zijn. Ja. Het ziet er gaaf uit. Glad en leuk, joh. Ja. Wordt in de kapitalistische wereld de kunst slechts als een aanhangsel gezien? Of mogelijk door een groep snobs en zogenaamde deskundigen als een wereld ver buiten het alledaagse, dus boven de sterren, dan zal het de nieuwe mens in de veranderde maatschappij duidelijk zijn dat kunst in de werkelijkheid gegrond moet zijn. Toen Van Lochem Tuinwijk Zuid ontwierp, was hij een prominent lid van de Bond voor Revolutionair Socialistische Intellectuelen. Een vereniging van hersenarbeiders, zoals ze zelf zeiden. Van Lochem bracht zijn idealen in praktijk door de bouw van Tuinwijk Zuid uit te laten voeren door een coöperatieve bouwassociatie. En hij collectiveerde zijn eigen architectenbureau. Hij wist zeker dat er snel een socialistische revolutie zou komen. Hij zocht alvast naar passende architectonische vormen voor de nieuwe wereld. Voor Tuinwijk heeft hij waarschijnlijk eerst nog traditionele puntdaken ontworpen. Later heeft hij die uitgegund. De woonkamers kijken niet uit over de straat, maar over de gemeenschappelijke binnentuin. De tuin is geen plaats om doorheen te lopen. De paden gaan nergens naartoe. De gemeenschappelijke tuinen zijn de ziel van de wijk. Het zijn ontmoetingsplaatsen voor de bewoners. Om de band tussen hun te verstevigen, ontwierp Van Lochem een verenigingsgebouw. In een lezing zei hij: wij zullen weer gaan bouwen voor levende mensen om te wonen en te werken. En niet voor reizigers die komen kijken naar de schone schijn. Freek, die Polaroid is best goed. Oh, gaaf. Laat zien. De architect die zich niet geheel geeft aan het maatschappelijk gebeuren zal nog slechts bouwwerken tot stand kunnen brengen die, hoewel soms niet zonder bekoring, toch als kasbloemen op bloeiende zomerweiden zullen schitteren en vergaan. Het liep anders met het maatschappelijk gebeuren dan Van Lochem in 1920 had gedacht. De wijk vol gemeenschapsidealen werd een anachronisme.
De verwildering van de tuin ging gelijk op met de verloedering van het sociale. En het verenigingsgebouw heeft alleen gediend om de huurder te innen. Nu is het een kunstenaarsatelier. Eigenlijk was het project van begin af aan al gedoemd te mislukken. De bouwassociatie waarvan Lochem zo heilig in had geloofd, had gerotzooid met materialen. Het voegwerk verbrokkelde, de funderingen verzakten, de gevels scheurden. Alleen de brievenbussen bleven intact. Ik vind het heel mooi opgelost, zoals dat... De brievenbus hier, ja. Hè? Ja. Zo helemaal origineel zo te zien. Mm-hmm. Ja, stevig ding. Nu wordt de wijk kunstmatig weer tot leven gewekt. Achter al die tekens van authenticiteit, de kleuren, de replica-balkons, ligt de utopie te rotten. Hé, hey Freek, ik ga even kijken of ik binnen kan komen. Ja, zou je dat wel doen? Tuinwijk is een levende fossiel. Terwijl je in het vervallen Tuinwijk de utopie nog terugvond, al was het dan in de vorm van een mislukking, nu is het ideaal van Tuinwijk definitief verdwenen. De utopie is vervangen door nostalgie.